Jack Casino's Festival 2017. Voordat ik het podium op mocht, werden de hekken gesloten. Drukste ooit, het weer is fantastisch. Het optreden is echt super. De sfeer is echt. Het is één grote kroeg en dan in de straat met bijna 20.000 man. Ik heb echt super genoten en ik hoop de mensen gewoon die hier stonden ook. Zo! Ja, gezelligheid, de sfeer, de mensen. Nederlandstalige muziek, hè? De moedelijkheid. Ik wil dolgraag 20.000 handen in de lucht zien. We gaan zwaaien. Ja. Feesten van het jaar dit. Groot orkest, Marcel Visser, alles erop en eraan. Ja, en ik denk dat er 10.000 man stond. Belachelijk, zo gaaf. Ja, we hebben hier heel vaak gestaan al, maar zo met dit orkest, dat is echt heel leuk om te doen. Super. Nou, jullie zijn aan de beurt. Tilburg, hè? Tilburg is altijd supergezellig. Ik heb hier gestudeerd en het is echt altijd een topsfeertje. Het is echt bijzonder. Lekker Brabant, lekker gek. Niks is gek genoeg. Nou ja, de omstandigheden zijn natuurlijk fantastisch. Er staat denk ik 25.000-30.000 man. Het is perfect weer. Django speelt nu op de achtergrond met het mooiste orkest van Nederland. Dus volgens mij is het fantastisch. Wordt het elk jaar groter en elk jaar spectaculairder. Ik heb vandaag ook natuurlijk met een hele goede band mogen zingen. Ik ben een paar jaar geleden ben ik ook nog ambassadeur dus, van het Levenslied ben ik geweest. Maar het is en blijft een happening. Het wordt elk jaar wordt het groter. Ik ben blij dat ik er dit jaar weer bij heb mogen staan. En ik mag hopen dat ik volgend jaar weer uitgenodigd word. 1, 2, 3, 4, Leefbuurt kan praat met Jan en allemaal. Pluk de dag, wees paraat, laat zien met je bestaan. Het leven houdt van jou, ga eruit, zeg het woord, zodat iedereen het hoort. Welkom op het Schaapscheerdersfeest in Sint-Antonis. We willen heel graag dat mensen gewoon weer in de natuur komen. Even weg uit dat jachtige leven en even met beide benen weer op de grond, op de hei, in de schaapskooi. Met alles wat in de natuur aanwezig is, samen te beleven. En daarbij dan ook nog prachtig weer hebben, geweldig. Prachtig, ja. Echt zoals het vroeger aan toe ging, hè. Ja. Zijn dat ze in ere houden, dat je het toch nog eens kunt zien van hoe het eigenlijk allemaal eraan toe ging. Het is gewoon heel knap dat die hondjes zo worden opgeleid dat ze op zo'n manier kunnen reageren op die fluitsignalen. Ja, heel knap. Van de instructeur en van de hond. Ja, nee, mooi. Ja. Ik ben van het vachtje van de schaap ben ik een draad aan het maken. En als ik dan twee klossen vol heb met wol, dan ga ik het twijnen. En als ik het getwijnd heb, dan kan ik daarmee gaan breien.
Het lijkt ook heel makkelijk, maar je moet natuurlijk twee handelingen in één doen. Je moet en trappen met je voet en je moet met je handen bezig zijn. En dat is vaak best wel even goed oefenen. Ze staat te kijken op de kade. Haar blik is leeg en donker, haar gedachten mijlen ver van huis. Ze is getekend door de spanning, ellende en ontbering. Honger, dorst en pijn waren de prijs. Waren het kleine visjes of grote visjes? Allebei. Ja? Ja. Dus je bent een hele goede visser? Ja. Dus gaan we het allemaal aanwachten, want je kunt ook met tondeuzen scheren. Dan heb je het 5 minuten gedaan en ik heb toch een half uur nodig. Dus de uitdaging is gewoon het oude ambacht nog een beetje te beheersen en te laten zien. Denkt u nu haar lekker knippen? Nee hoor, nee, het enige wat hij wil is terug naar de kudde. Ja. Maar ja, hij zal dit toch even moeten ondergaan. Ja, het schaap vindt het niet leuk? Nee, het schaap wil gewoon weg. Het is een vluchtdier, die wil weg. Ja. En dat is de kunst van scheren, zodat het schaap rustig is, dat hij niet steeds weg wil. Zo heb ik het ook geprobeerd, maar kreeg echt kramp in mijn handen. Dus, dat is echt een techniek die je echt onder de knie moet hebben. Maar nou lukt het je echt niet. Het is niet voor iedereen weggelegd dus? Dat is echt niet voor iedereen weggelegd. Echt een ambacht dus? Het is echt een ambacht, ja. Waar zijn we en wat is hier te doen? Ja, op de tweede editie van Mandala, dat mijn dochter verzonnen heeft toen ze 4 was, is nu 7. En waar ik door geïnspireerd ben om eigenlijk na 13 jaar solo, om toch een nieuw concept te verzinnen, zeg maar. Mijn dochter zei van, het is een festival voor papa en mij en voor iedereen die lief is. Hè. En hier hebben wij gewoon alle parels van de zijstraten van de Society hebben uitgenodigd om ze te laten zien. Op Mandala? Dat is echt een fantastisch festival. Het is lekker weer, gezellige mensen, jong, oud. Alles door elkaar. Het is heerlijk hier. Genieten. Je houdt de touwtjes graag in handen. Ja, inderdaad. Gewoon een relaxte sfeer. Het is gewoon iedereen die chillt en als ze willen dansen, gaan ze dansen. Gewoon heel relaxed. Dit is echt... Dit is mooi, toch? Wat maakt het mooi? Bier. Ik heb het super naar mijn zin. Ja. En jullie? Ja. Iedereen is echt anders, verschillend. Een heleboel hippies, heel veel aapjes kijken eigenlijk. Toch? Vinden wij leuk. Heel vrolijk, vrij. Hartjes en elfjes. Zie je ze niet vliegen? Ik wel hoor. Als je hier bij een boom wilt gaan zitten, dan doe je dat gewoon en vind ik het prima. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen op een gegeven moment mag er wel even iets gebeuren dat het wat drukker gaat worden. Maar dat komt helemaal goed straks, dus dat is top. Ja, dat is gewoon super chill. Ik bedoel, kijk hoe het eruit ziet. Dat is echt geen één festival. De sfeer is top. Ja, inderdaad. Een beetje hippie-achtige topsfeer. Zeker weten. Heel leuke muziek en ik raad aan om er naartoe te komen. Je bent met papa en mama hier? Ja, hier op de camping. We staan hier in de jaagplaats. En kun je ook dansen? Een heel klein beetje. Laat zien. Ja.
Brabant evenementenprovincie. Dat kun je geruststellen als je de uitpuilende agenda voor het weekend ziet. 24 jaar geleden begon als een eendaags evenement, nu uitgegroeid tot het grootste tractorpooling evenement van Europa. Het Mades Power Weekend. 3 dagen wedstrijden op in totaal 5 banen. Met deelnemers uit heel Europa en Amerika. En optredens van Mental Tio, Memphis Maniacs en Bertus Tigerpipe. Vaders kunnen hun barbecue-kunsten en spierballen laten zien tijdens het Smoky Barbecue Event in Veldhoven. Tips en tricks voor de barbecue. En kinderen kunnen hun vaders uitdagen om zo lang mogelijk op de rug van een rodeo-stier te blijven zitten. Het centrum van Roosendaal verandert komend weekend in een compleet jaren 50 decor. Back to the 50s is een festival met veel dans, muziek en kleding uit de 50s. Daarnaast veel auto's, motoren en scooters uit die tijd. Wil jij ook jouw evenement in Zinderenshuiden? Mail naar evenementen@omroepbrabant.nl.